Het klopt, meneer de minister, dat alleen door een doorgedreven samenwerking dat we de drugsbendes kunnen aanpakken en dat die samenwerking niet alleen nodig is in België, tussen het lokale, het federale niveau, tussen de verschillende diensten, maar ook internationaal. En het is goed dat u daar ook een aantal initiatieven voor heeft ondernomen. Maar ik denk ook wel dat het belangrijk is om de inspanningen zeker ook vol te houden. Ik denk dat dat ook een boodschap mag zijn aan de volgende regering, om daar doorgedreven inspanningen voor te leveren, want we zien nog elke dag die geweldplegingen in onze stad en dat zou eigenlijk niet mogen.